Even afduiden of aantonen hoe je ook in Outlook 2013 toch bij de kalender iets kan bij toevoegen. Dus je hebt hier een lege kalender momenteel. Dus onze lessenrooster van school zouden we ook in Outlook 2013 kunnen importeren, maar dan moeten we nog iets doen. Dus we gaan naar onze lessenrooster online. Je zorgt dat je de dingen ziet die je wilt zien. En je zegt tegen het systeem hier bovenaan export. En je zegt naar waar je het wilt exporteren. Er zijn een aantal opties. Uiteraard is dan Microsoft Outlook. Men zegt wel 2007 plus, dat wil dus zeggen 2007 en alle degenen die erachter komen. Dus we klikken daarop. Een aantal opties nog. Group concurrent activities of the same course. Deduplicate equal activities from different timetables. Ziet er allemaal goed uit. Misschien ook een alarm die je kan zetten. Bij mij staat het meestal 15 minuten voordat de les stopt of begint. Dan krijg ik zo'n boodschap. Begint vooral. En dan exporteer je. En dan is het wachten dat alle connecties gebeuren. Dat kan wel een tijdje duren. Momenteel komt er nog niks binnen. Dus in deze computer hebben we toch wel een probleem. Ik ben aan het denken wat het probleem zou kunnen zijn. Momenteel kent deze computer dus niet de verbinding tussen die pagina Webcall en Outlook. Dus als dat het geval zou zijn, normaal gezien gaat die connectie automatisch, dan doe je Ctrl-A hier bovenaan, Ctrl-A, Ctrl-C. En dan moet je dus naar die Outlook teruggaan. En in kalender kan je zeggen, open mij een agenda. Van adresboek, kamerlijst, maar ook van het internet. En dit is nu specifiek iets van internet, dus Ctrl-V. En dan zeg je, oké. Er wordt een verbinding gemaakt met de webservers en er worden een aantal vragen gesteld. Als je wilt updaten, uiteraard, dan zeg je ja. En dan, wat gebeurt er? Heel onze lesrooster wordt nu geïmporteerd en wat we best afzetten nu is deze bijvoorbeeld. En alles kan je dan hier bekijken. En dan heb je dus je eigen lesrooster in Outlook 2013 geïmporteerd. Succes!